Ja, in principe hebben we vrij leven, hè. Dus dan je moet allemaal dingen zelf regelen, zorgen dat alles up-to-date is qua tekeningpakketten en materiaal op de site en nakijken. Als je iets mist, dat je het tijdig ontdekt en dat je het doorgeeft en in veel contact met de klant zelf. En, ja, je hebt natuurlijk wel af en toe met directeuren te maken en toeleveranciers. Als er problemen zijn met een bepaalde apparatuur, dan dat je die even gaat bellen. Er kan ook soms lokaal zijn en het is een heel breed werk wat we doen. Dus dat bevalt me prima. Nou, iemand die absoluut niet bij de pakken neer moet gaan zitten, absoluut niet. Dus hij moet echt gewoon doorzetten en inventief zijn, absoluut. Kennen van zaken, uiteraard. Nou, hij moet wel natuurlijk wel een gezellig type zijn, niet dat je de hele dag op de hotelkamer zit te koekeloeren natuurlijk. Je moet absoluut handig zijn, zelf denken van dingen oplossen, heel belangrijk. Ja, en consequent zijn. Ja, diegene moet niet te beroerd zijn om 6 weken naar huis te gaan. Dus, en geheim weer. Ik heb onderhand de piramide gezien. De grote muur in China. Lijkt je dit een leuke baan en wil je aan de slag als supervisor ENI Electro? Ga dan naar de website www.equip.nl.